In Nieuwendijk vond de jaarlijkse dierententoonstelling plaats. We zijn op de jaarlijkse tentoonstelling van VKPNO, Vereniging Konijnen, Pluimvee, Nieuwendijk en omstreken. Hier zijn te zien raskonijnen, raskippen, dwerghoenders, eenden, duiven, siervogels, fazanten, kalkoenen. Hoe ze even voor deze tijd van het jaar. En dat zijn rasdieren die wij kweken om de rassen in stand te houden. En we brengen ze vandaag hier op de tentoonstelling omdat we graag met elkaar de competitie aangaan. Want dat speelt wel een beetje wie heeft de mooiste. De dieren werden tentoongesteld in diverse categorieën. Wij hebben de konijnen in diverse rassen, ik meen 18 rassen. We hebben grote hoenders, we hebben dwerghoenders van elk ook 6, 7 rassen. We hebben cavia's, we hebben sierduiven, we hebben watervogels in 2 categorieën. De duiven ook in meerdere categorieën. Dus het is eigenlijk een behoorlijk breed beeld van wat er is, wat we hier vandaag hebben zitten. De keuring vond plaats op zeer veel onderdelen. De keurmeester heeft voor elk ras bestaat een ideaal plaatje met raseigenschappen. Studeer je op, daar leg je examen in af. En dan ga je op de tentoonstelling ieder dier individueel naar dat ideaal plaatje beoordelen. En uiteindelijk, als je voldoende dieren hebt, komt er ook een plaatsing 1, 2, 3 en 4. We geven ook predicaten en er zit een soort van score zit erop. En ja, dat is op zich de uitdaging waar we het voor doen. Of deze kampioen de kerst gaat halen, is nog maar de vraag.